In samenwerking met het ministerie van Volksgezondheid heeft de Pan American Health Organization, PAHO, cruciale training en ondersteuning geboden aan eerste lijn gezondheidswerkers voor de preventie van zelfbeschadiging en zelfmoord. Deze inspanningen omvatten vroege detectie, effectief beheer en het vergroten van bewustzijn. PAHO-WHO biedt verdere technische en financiële ondersteuning voor een situatieanalyse en versterking van de monitoring van zelfbeschadiging en zelfmoord. Op 21 mei organiseren de regionale gezondheidsorganisatie een workshop hierover in het Marriott Hotel. Vandaag hebben we een stakeholders meeting hier in Marriott, ondersteund door de PAHO. En de stakeholders meeting gaat over suïcidepreventie, hoe we samen met alle stakeholders een stap verder kunnen maken in suïcidepreventie. De stakeholders zijn alle actoren die te maken hebben met zelfmoord en zelfmoordpogingen. We hebben de spoedeisende hulp, we hebben het BOG hier, we hebben de instituten die bezig zijn met analyses, we hebben de justitiële keten als het ware die ook mee gaat helpen denken. Ook de politie heeft heel veel informatie. Zo willen we kijken hoe gaan we met de data om die wij al hebben? Hoe kunnen we het integreren? Hoe kunnen we het samen gebruiken? Wat zijn de gaps? Waar hebben we nog meer hulp nodig? Welke manier van hulp is er nodig om verbetering te brengen in ons doel? En dat gaat dan, na de identificatie, gaat men eraan werken in een actieplan. Heel Amerikaans continent is de PAHO bezig, omdat het Amerikaans continent de hoogste cijfers heeft qua suïcide. In de afgelopen jaren, vanaf 2019, hebben ze een stijging gezien van 17% qua suïcidegetallen in de Amerika's. En Suriname is ook een van de landen waar het suïcideaantal hoog is. Dus vandaar dat ze hebben gemeend om deze workshop te organiseren, zodat we weer allemaal samen gaan kijken naar hoe kunnen we daarnaartoe werken dat we minder suïcidegevallen, suïcidepogers hebben in het land. En komen tot eigenlijk dalende cijfers. Zelfmoordpreventie is belangrijk omdat het woord het zelf zegt. Het is preventable, je kan het voorkomen. In heel veel gevallen, als je op tijd interventies pleegt, als je op tijd de mensen kan begeleiden, dat die actuele daad tot het plegen van zelfmoord achterwege blijft. Dus de WHO zegt het ook, het is een preventable thing. Je kan het voorkomen als je interventies pleegt. En daarom dat ze ook die live-life interventions hebben geïntroduceerd. Dat is evidence-based, het is met onderzoek bewezen dat deze maatregelen daadwerkelijk leiden tot een daling van aantal suïcidegevallen. De bedoeling van deze meeting, wat er uit deze meeting komt, is dat er een geïntegreerd plan komt voor suïcidepreventie in Suriname. En met geïntegreerd bedoelen we dat alle stakeholders, iedereen die een rol heeft, ook wel zijn bijdrage levert om te komen tot dat plan. Want niet alleen de medische sector is belangrijk, maar bijvoorbeeld het ministerie van Landbouw is ook belangrijk als het gaat om pesticiden. Het ministerie van Handel en Industrie is belangrijk als het gaat om de import van pesticiden. Sociale zaken is belangrijk voor begeleiding, dingen in de maatschappij, sociaal-economische situatie in het land. Onderwijs is belangrijk om mensen te scholen, om awareness te brengen over suïcide en wat kunnen we daaraan doen. Dus er zijn meerdere mensen, buurtorganisaties zijn nodig om in de buurten ook te kijken van hoe kunnen we mensen begeleiden, hoe kunnen we mensen helpen, hoe kunnen we ervoor zorgen dat we samen allemaal komen tot minder suïcidegevallen in Suriname.